Hallo allemaal. Vandaag gaan we deze cupcake maken. De elastiekjes die je nodig hebt zijn 12 roze elastiekjes en 16 witte elastiekjes. We gaan hem maken op een onverstelbare loom. Dus de rijen zijn zeg maar zo. Of in een driehoekje. Hoe je het zelf makkelijk hebt. En we gaan gewoon beginnen. Je pakt je haaknaald en een kraal. Een roze kraal heb je ook nodig. Of het is een rode kraal. Het is hetgene wat jij mooi vindt. Je zet de kraal op je haaknaald. Je pakt een elastiekje in de kleur van de kraal. Als je dat hebt. En anders is een witte ook goed. Of de kleur van de zeg maar van het slagroom wat het moet worden. En je kan ook een kibbend erop zetten. Ja, dat kan ook. Een kibbend van 6 dan. We schuiven de kraal op het elastiekje. En je steekt je hand, zeg maar, nou, je steekt de vinger erin. Dan heb je dit zo. Je pakt je loom nu bij. En je zet deze in het midden. Zo erop. Dus dit heb je nu zo staan. Dan pakken we nu voor mij in ieder geval 16 witte elastiekjes. En die zet je op deze manier erop. Je werkt met dubbele elastiekjes? Ja. Want dat moet altijd zo met figuurtjes. De eerste zet je vanuit het midden naar, zoals het nu lijkt, naar, zeg maar schuin naar beneden. Schuin naar links. Schuin beneden links. Is het makkelijker. Dan zet je er even het midden recht naar voren. Het is maar net hoe je werkt. Want als je zeg maar zo met je loom werkt, is het gewoon echt recht naar beneden. Maar wij werken nu even zo. Dan pak je weer 2 elastiekjes. Zo. Die zet je vanuit het midden links naar boven. En dit ziet er nu uit hoe je het nu eigenlijk moet hebben. We gaan nu vanuit de bovenkant 2 opzij. Ja, 1 opzij dan. En aan de andere kant doe je dat ook. Dus dan doe je van onder 1 opzij. Dan pakken we weer 2 elastiekjes. Die zetten we in het midden gewoon zo naar voren. Zo, naar beneden. En alles duw je zeg maar naar beneden, zodat je genoeg ruimte hebt. Nu zet je vanuit. Oh, van deze naar deze. En van deze naar deze. Of andersom. Zo. En nog de andere kant. Zo. Dus dit is nu wat je hebt. Nu gaan we beginnen met de roze elastiekjes. Je zet vanuit deze bovenste eentje recht naar beneden. En dat doe je ook vanuit het midden. Oh, deze ben ik vergeten naar beneden te duwen. En hier. Dit maken we nu vast. Zo, naar het midden. En dan pak je er weer 2. Ging weer een stukje. En de andere zet je zo. Alles hier op het einde doe je naar beneden. En je maakt nu een kibbend van 3. Ik maak hem op mijn haaknaald. Dan doe je 1 keer eromheen. 2 keer.
drie keer. En heb je zeg maar drie ringetjes erop zitten. Die trek je allemaal aan. Oh. En dan heb je dit. Je zet hem hierop. En zet hem op alle elastiekjes die daar op het einde samenkomen. Op deze. Dat hebben we nu gedaan. En nu gaan we beginnen met haken. Oké. We gaan in de kebband. En pakken de bovenste twee elastiekjes. Dat is meestal even zoeken. Maar bij mij zijn dat deze. Die breng je dus naar deze kant. Bij mij gaat het nu even vouwen. Dus ik haal de loom even uit het zicht. Waarom doet hij het niet? De loom ging even verkeerd. Maar zo. We hebben ze nu allebei die kant op gehaakt. En trouwens, je moet je loom omdraaien. Dus je gaat nu weer in de kebband. Ho. Waarom wil dit niet? En je pakt de bovenste. Nee hoor. Je pakt de bovenste twee elastiekjes. En zet die naar de andere kant. En dan pak je de laatste twee elastiekjes. En die gaan naar voren. Zo. En nu doe je alles naar beneden. Oké. En nu gaan we dus vanuit het midden. Gaan we de bovenste elastiekjes pakken naar deze kant. En van die naar die. En van die naar die. Sorry, de camera viel om. Dat is nu echt heel vaak gebeurd. Je pakt de bovenste twee elastiekjes. Breng die opzij. Dan pak je weer de bovenste elastiekjes. Oh. En die. Breng je naar de andere kant. En dan zo. Nu heb je hier zeg maar allemaal druppelvormen. En dat betekent dat je het goed hebt gedaan. Dan gaan we nu vanuit deze hoek. Ga je in al die elastiekjes. Je pakt de twee onderste elastiekjes. En haak die naar voren. Dan ga je in al die elastiekjes op zoek naar die twee witte elastiekjes. De alleronderste. En die haak je dan ook naar voren. En dan zie je weer die waterdruppen vormen. Het is hier nogal warm in de kamer. Maar het kan ermee door. Voor een deel. En nu gaan we weer dus naar voren haken. Oh, daar gaat een elastiek los. Als dat bij jou ook gebeurt, geen paniek. Je hoeft niet helemaal opnieuw. Je gaat door die kebband. Oh. Zo. Nou. Elastiek, ga erop. Zo. Het elastiek zit vast. En dan ga je dus weer in al deze elastiekjes op zoek naar de twee onderste witte. En dat is nogal een heel gepiegel. En ik heb nu even één voor één gedaan. En het laatste elastiekje wat ik moet haken, dat wil niet. En nu heb ik hem. En nu hebben we zeg maar dit dus allemaal al gehaakt. We gaan nu bezig met de laatste vier elastiekjes. Nou, de laatste 2, 4, 6, 7 elastiekjes die we moeten haken.
En dan is de cupcake klaar. Je zet in het begin al deze elastiekjes zo. En je doet elke keer, nadat je hebt gehaakt, de elastiekjes naar beneden op dit pinnetje. Nu gaan we bezig met het midden. Je haak je naar voren. En je duwt het naar beneden. En de laatste twee elastiekjes. En nu hoef ik nog maar één elastiekje. Met het, zeg maar, hoe heet dat? Kom aan de help. Met de kraal. Met de kraal, ja. En die pakken we dus, dat enkele roze elastiekje of het andere kleur elastiekje wat je hebt gedaan. En dat wil bij mij dus nu even niet. En dat is echt heel vervelend. Hebben. En zoals je ziet zit hier geen mooie druppelvorm in. En het elastiekje staat op spanning. Dus je gaat even in al die elastiekjes die je daarvoor hebt gehaakt. En volgens mij is er een elastiekje geknapt. Nee, toch niet? Nee. En dan heb je... Daar. Ja. En nu heb je zeg maar echt die mooie druppelvorm. Nu kunnen we, de cupcake nog niet afhalen, want hij zit nog niet vast op het einde. Je pakt bij deze het onderste elastiekje en laat die er overheen. En dat is het. Nu kan je cupcake eraf. Oh. Zo. Eigenlijk, als je deze cupcake uit je hoofd kan, is hij, ik had gelijk, er is een elastiekje geknapt. Oh, jammer. Dat is wel jammer, maar vooruit. En knoopje laat ook los. Dit is dus niet het goede deel. Maar je weet nu wel hoe het moet. Jammer want... dat hij geknapt is, maar nu kunnen we hem niet laten zien. Maar zo komt hij eruit. Want door één elastiekje is het eigenlijk helemaal verkeerd gegaan. Omdat die is geknapt. Want kijk. Dit is het nu. Maar die gaan we gewoon wegdoen. We zeggen gewoon dat we deze hebben gemaakt. Bedankt voor het kijken van de video. Geef deze video een duim omhoog. En bekijk mijn andere video's. Inderdaad. Tot ziens. Doei.